Tess van Deinsen, Deborah van den Echten, Karen Habeks, Rob Kuppens, Stijn Severs, Nathalie Mille, Matteo Simone. Er is veel jong talent in Hasselt, maar er is er maar één dat de Paul Meijersprijs wint. Die wordt om de twee jaar uitgereikt aan een Hasselaar die uitblinkt in zijn vakgebied. En dus stroomde de aula van de U Hasselt Rechtenfaculteit gisteravond vol voor de bekendmaking van de winnaar. De prijs gaat naar die dame die dagelijks nu via een moderne medium, dat u ook zeer bekend, eigenlijk Hasselt vertegenwoordigt als dusdanig. Anna de Kouteren is dus de prijswinnaar voor dit jaar. Anna de Kouteren! Toch wel heel verrast, want zeker toen meneer Klaas alle genomineerden aan het opsommen was met een korte beschrijving, toen dacht ik, amai, zoveel talent in Hasselt. En dan is het wel een hele eer dat ik daar uitkom als laureaat. Dus heel verheugd, heel blij en heel vereerd dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Deze editie is weliswaar een heel bijzondere editie, dat we een record aantal inschrijvingen hebben gehad. En Hanne de Kouteren is daar als beste uitgekomen, omdat ze ook in het verleden altijd gestudeerd heeft in Hasselt. Ook na haar artistieke studies heeft ze nog heel wat gedaan hier in Hasselt. En dan heeft ze journalistiek gedaan, waar ze nu ook dagelijks in het nieuws komt, het VRT-journaal, waar ze eigenlijk Hasselt promoot. Als je kijkt naar de kandidaten die er zijn, daar zaten inderdaad heel getalenteerde mensen bij. En dan denk ik dat mevrouw Verkouteren, die op de nationale televisie komt, absoluut terechte winnaar is, hoor. Ik heb die prijs alvast goed besteed. Ik heb die gebruikt om eigenlijk een soort mijn eenmanszaak uit te bouwen. En als ik moet toegeven, dan denk ik toch wel dat die prijs mij geholpen heeft in mijn carrière. Waar ik vandaag sta en wat ik vandaag doe, heb ik toch wel voor een stukje te danken aan die prijs. Dus dat is fantastisch meegenomen. Ik ben nu 2 maanden geleden verhuisd. Omdat het moest wel. Mijn man werkt in Brussel, ik werk in Brussel. Dus de afstand was iets te ver. We hebben nog lang getwijfeld. Maar goed, we zijn dus verhuisd naar Brussel. Maar we hebben het echt zo lang uitgesteld. We zijn zelfs nog getrouwd in Hasselt. Omdat ik hier absoluut wilde trouwen. En ik zeg nog altijd, Hasselt is nog altijd thuiskomen voor mij. Hanne de Kouteren won onder meer een cheque van €2.500. Daarvan schenkt ze een flink deel aan een Hasselts goed doel voor kinderen. Oh.